Welkom bij Sterrenkijken in de Stad. Je bent hier aan het juiste adres als je meer wilt weten over de ruimte, sterrenkijken als hobby of moeilijke dingen zoals bijvoorbeeld astrofotografie. Waarom sta ik hier nu buiten in de tuin? Nou, het is net voorbij halfvolle maan en als het goed is klaart het vanavond een beetje op. Dus dit is een mooi moment om wat foto's van de maan te maken. Wat heb je daar nou zoal voor nodig? Nou, natuurlijk een camera. En ik ga foto's maken waar je de hele maan kunt zien. Dus ik gebruik mijn DSLR camera. Vanavond voor de foto's waar je nu ook mee kijkt. Dus ik heb voor dit filmpje een ander gepakt. We hebben natuurlijk een lens of een telescoop nodig. En een montering en een statief om die telescoop met de camera op te zetten. Nou, die spullen ga ik nu eerst eens eventjes pakken. Het eerste wat ik doe is zorgen dat mijn statief een beetje vlak op de grond staat met deze waterpas. Omdat ik heel vaak hier fotografeer in mijn tuin, heb ik ook mijn montering al heel vaak afgesteld. En dat betekent dat de montering eigenlijk al goed staat, bijvoorbeeld op de hoek die die maakt met de horizon in het noorden. En als ik dat nou dus altijd doe met een vlak statief, met behulp van mijn waterpas, ja, dan volg ik eigenlijk de sterren en in dit geval de maan aan de hemel al behoorlijk goed. Nou ja, ik heb eigenlijk gekeken, het staat vrij goed. Dus nu ga ik de rest van de montering opbouwen. Het voordeel van de Celestron Nexstar of de Nexstar Plus controller is trouwens dat er een aparte volgstand op zit voor de maan en ook voor de zon. En dat komt omdat de maan in zijn beweging aan de hemel net iets langzamer beweegt dan de sterren. Dus de volgsnelheid die je nodig hebt is eigenlijk net iets lager. In mijn andere controller heb ik die stand nog niet gevonden, dus daarom dat ik deze gebruik. Als lens gebruik ik deze telescoop vanavond. Dit is een 600 mm brandpuntsafstand lenzenkijker en een f over 7,5, dus een relatief trage kijker, maar dat maakt voor de maan natuurlijk niet zoveel uit. Nou ja, met deze aansluiting gaan we die natuurlijk op de montering aansluiten. Als laatste moeten we natuurlijk de camera nog op de telescoop aansluiten. Wat je daarvoor nodig hebt is een verloopstuk bij de telescoop. Deze gaat in de focuserbuis en op dit schroefdraad kun je een zogenaamde T2-ring aansluiten. Iedere T2-ring heeft voor een bepaald merk camera een bajonetaansluiting en deze is voor een Canon. Dus eigenlijk kun je die dan, net als een gewone objectieflens, aan je Canon camera bevestigen. En dit kan nu zo in de focuser van de telescoop worden bevestigd. Ik heb nog wat filters om het beeld van de telescoop te verbeteren als dat nodig is. En een zogenaamde reducer om de camera of de telescoop wat sneller te maken en wat meer uit te zoomen. En we moeten het natuurlijk goed scherp kunnen stellen. En daar hebben we ons vertrouwde baat-in of masker voor nodig. Nou, alles staat zo ongeveer klaar. Straks moet ik natuurlijk even alles aansluiten op de elektriciteit en zo. Maar in principe kunnen we hiermee aan de slag. Dus het volgende filmpje, dat gaat dan over hoe je nou echt die maanfoto's maakt. En dan laat ik wat meer zien van wat op het scherm te zien is en welke software je gebruikt. Hoe je scherp stelt en hoe je nou uiteindelijk echt een mooie foto van de maan maakt. Maar dat is vanavond. Voor nu in ieder geval bedankt voor het kijken. En mocht je dit kanaal willen blijven volgen, abonneer je er dan even op. En als je vragen hebt, stel ze gerust in de commentvelden.